Naast het schepbakje heeft ook iedere boerderij en speelgoedboerderij voor jou ook een schuif nodig. Dit is de Holeras schuif. En wat is het idee ervan? Nou, die kun je dus achter je tractor gaan monteren. Ik heb hier even een voorbeeld erbij gepakt. Heb ik gezien dat je zo'n aankoppelt. En dan zit hij zo in de werkstand. Kun je dus je aardappels, maïs of wat je hebt bij elkaar geschuiven. Het gespart over de weg klap je hem in elkaar. En zo hangt hij dus in je tractor. Je kunt hem ook gebruiken aan de voorkant. Dus als je zo'n voorhefje hebt, schuif je die eroverheen. Dan zie je dus dat je op een gegeven moment dus ook de schuif hier vooraan kunt gaan vastmaken. En zo heb je dus de schuif aan de voorkant. En dan kun je goed op je werk kijken als chauffeur zender. Dit is dus de Holeras schuif. Ja, een heel veel verkocht model. Als je bijvoorbeeld dan een sleufsieler hebt van Siku. Speelmaïs of andere producten. Hoort deze gewoon op je boerderij thuis. Wordt trouwens ook vaak gecombineerd met Siku remote tractor. Dat je hem hervangt. Dat je hem zelfs in remote kunt gaan bedienen. Vind je het een leuk product? Hoort je ook op je speelgoedboerderij thuis? Zeg ik, klik op de link die je naast in beeld ziet. Kom je op onze website uit en kun je hem eventueel gelijk bestellen.